Guten Abend, meine sehr geehrten Herren. Maar is dat hier een trieste gemoed? Is dat hier een verjaardag of is dat hier een koffietafel? Is dat al dat eruit komt vandaag? Laat dat opnieuw doen. Goedenavond, de dames en de heren. Zeg hier aan het oog kunnen we er niet meer klappen, of is het de mond alweer toegeplakt? Je moet hem de kop niet omdraaien, ze. Ik heb het goed gezien. Dames en heren, ik ben hier heel blij hier vanavond te mogen zijn. Wil ik het hier weer bakken zouden als ik aan het babbelen ben? Ah ja, ik ben betaald ervoor van de vriezel, dus zeggen. Dus ik ben hier vanavond geactiveerd voor 41 jaar dak. Ja. Het is niet moeilijk, maar zou de jaren een keer naar beneden kunnen komen, want als ik naar boven moet komen, zou het zo gemakkelijk niet zijn. Ja, dat moet ook kunnen, hè. Allee, 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 kom naar beneden. Dat is juist, madame. Ja, maar nu met onze nieuwe koningin dan, ons Mathilde. Is groot gelijk? Ja. Zie dat ook. Die parola die vuilen tegen jullie buiten, hè. Oh, zijn we blij dat we dat kind vanaf zijn? Echt waar, ze was een smerig tegen die parola. Echt waar, ze. Zij wat op de glas hangen, liepen op de parola. Oh, we hebben dikwijls ruzie gemaakt in de keuken. Ja, waar is die jarige? Aan de zetting. Bij mij. Die zijn nu een kostuum. Ja, ik had wel wat beter opgewacht. Ik heb je nog gezegd, je gaat koning een bezoek hebben. Dan stond hij met de witte pyjama. Ja, nog niet veel meegemaakt in het leven. Hè? Het is zo lang te zien, ja. En hoe oud zei de kinderen? 19. Die is nu. Amai. Best dat geen swasanter is. Je zou niet weten wat dat dit heeft. Ja. Het is geen die goed moet worden, hè? Nee, nog niet? Komt nog. We zijn nog maar juist begonnen. Ja. Dames en heren, we gaan wel een aantal keer liedjes zingen voor Harry. Allee, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Ik kan wel lijken, hè? Happy birthday to you. Happy birthday. We zitten hier in de open in de hand toegepakt. Alle, come on. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hoorah! Hip, hip, hip. Hoorah! Fantastisch. Zijn jullie content? Je denkt wel weer een glas champagne te krijgen zoals gisteren, hè? Wat zal geen waar zijn, ze? Hier in België moet je maar één keer betalen aan de stad. Maar ontvangen, dat is wat anders. En ik ga wat terug naar boven, want dat heb ik gezegd. Perfect. Ja. Ja. Amai, dat voor jou, ik neem het voor jou, ik moet zien lopen. Oh, zei. Het is niet veel vet, Tommy. Krijg ik geen eten thuis? Ah, dat hele dag in de McDonald's zat. Ah, oh, maar ja, maar ja, maar ja. Zeg, dames en heren, zijn jullie een beetje in vorm vanavond? Ja, twee mensen wel, de rest zit aan de Fabian. Je verstaat van de gehallen aan Frans. Ja, dus. Zeg, wat is dat met de registrie konden de bakkers niet houden voor te schrijven en nu komt er niks in uit. Ja. Maar dames en heren, wij zijn hier niet alleen, ik heb nog een vriendin meegebracht. Mag je deze keer een applaus kunnen aan zijn Dennis? Want het is nog net dat wij wat staan vanavond. En als ik hier lang blijf staan, gaat het zeer aan in de boek krijgen. Ja. Dames en heren, ik zou zeggen, geef haar een dankbaar applaus. Dit is de seksbom van ons stende. Ja, vroeger hadden wij de koninklijke villa. Daar lag er ook een seksbom in. Echt waar, ze. Zeg, weet je nou waarom dat Mathilde? Altijd een heel groot bed moet hebben? Nee? Maar wel. Mathilde ligt altijd in haar bed. En ze ligt zo altijd een beetje in spreidstand. En Philippe kijkt er dan een keer naartoe. En hij zegt, ik heb het gezien, Mathilde. Ik denk dat je vanavond weer alleen gaat slapen. Ja. Echt waar, ze. We vinden de week hebben een heel groot feestje gehad op Parijs. Echt was de max. Je weet ja,
met de nieuwe aankondiging van ons Mathilde. De afterparty. Oh jongens, toch heb ik wat meegemaakt. Maar ja, wat gebeurt er, die muziek speelt? De brandvloed eigenlijk, dat was voor niks, hè. Dus ja, ik weet toch wel waarom, ze hebben verder allemaal betaald. Dus ja, dus ik zag je daar op die dansvloer. Er was springen en was shaken en heel de boel. Het gebeurde van alles. En op een gegeven moment, die Mathilde, die vliegt daar op die dansvloer. Shaken waar links, shaken waar rechts. Die broest gaat open. Echt waar, zie. Dat broekje vliegt af. De ICT-en vliegt af, ze doet de benen open. En ze zegt, moet ik niet kijken, zegt ze. Het Koninklijk Kanaal. Ja, die Paola zag er natuurlijk. Die kon er niet meer lachen. Die zegt zelfs, die jonge peer, dat kan niet dat ook, zegt ze. Die Paola op die dansvloer. In een Italiaanse furie. Ja, die haken af. Broekje af. Broekje af. Voilà, ze zit al bij het kanaal. Ze gaat niet bij, dat die Italiaanse teef. Wij gaan voorbij gaan, dus die was. Ik kom op die dansvloer. En was shaken, ik heel de boel. Dat zit Janke wilde vloog af. Die dat er volgend op de grond. Ja, met in de leeftijd. Hups, voilà. De haakje gaat af, de broekje gaat af. Zeg, voilà, ze zit bij het park. Dus als je een beetje zit te denken, ja, die al kan niks zien, maar ze kan er oppassen. Dames en heren, onze beste vriendin vanavond is meegekomen, ze staat klaar. Het is dus die andere bom van Oostende. Hier mag een dag een applaus. Hier is voor jullie Suzy Zee!